Ronnie Brunswijk heeft samen met een groep de plek waar de eenheidsbeweging een week geleden is geproclameerd, de Mapanen, schoongemaakt. Gregory Rusland werd vertegenwoordigd door een delegatie onder leiding van Hesdy Pigo. Volgens de rituelen moet de plaats na 7 dagen helemaal worden schoongemaakt. Alle vuil dat achtergelaten was, hebben wij opgeruimd, zegt Brunswijk in gesprek met Star News. We hebben met deze schoonmaakactie respect getoond voor moeder natuur, legt Brunswijk uit. Er is op de plek gebeden en gevraagd dat alles goed verloopt. Brunswijk, die ook leider is van de ABOP, legt uit dat het niet om een politieke actie gaat. Wij hebben iedereen uitgenodigd om mee te doen, daarbij hebben wij niet gekeken naar de politieke kleur, mensen die niet gekomen zijn, terwijl ze dat hadden toegezegd. Leveren achteraf kritiek, merkt Brunswijk op. Brunswijk merkt op dat het gaat om een eenheidsbeweging om achterstanden en oneenigheid die ontstaan zijn weg te werken. In elk geval zijn wij blij dat massaal gehoor is gegeven aan de oproep voor de oprichting van de eenheidsbeweging. Er waren daar mensen van alle politieke partijen en stammen vertegenwoordigd. Wij hadden 4000 stoelen besteld, en die waren allemaal bezet. Wij zijn heel blij met de proclamatie, stelt Brunswijk tevreden.